En een filelezer van de Verkeersinformatiedienst, Frank Boer, die heeft de discussie even lekker op scherp gezegd, want hij zegt dat we serieus moeten overwegen om een rijverbod in te stellen als het dus zo ontzettend glad is op de weg. En vooral ook omdat het hier in Nederland vaak maar kort duurt, dus van korte duur is. En hij vindt ook vaak de berichtgeving van Rijkswaterstaat een beetje verwarrend, omdat hij zegt, nou ja, aan de ene kant zegt Rijkswaterstaat dat je de weg niet op moet, aan de andere kant is er dan dus ook gestrooid en dat laten ze ook weten en dat is tegenstrijdig.